Hallo en welkom bij weer een video van Mrs. Brightside. Ik ben Danielle Benenk en ik wil je in deze video laten zien hoe ik dit kaartje heb gemaakt. Ik maak dit kaartje ter ere van de Feel Good Stamping blog op. En het thema van deze maand, januari 2021, is monochroom. Dus of zwart-wit of een soort kleurenpalet met ja, gelijksoortige kleuren. En bij dit voorbeeld hebben we gekozen voor kleuren met petal pink, calypso coral, Cajun craze, aangevuld met wat very vanilla en goud. Want we hebben hier die mooie gouden ring gebruikt. Goed, ik wil je graag stap voor stap laten zien hoe je dit project maakt. En ik begin maar even met het benoemen van alle materialen. We hebben nodig voor de kaart zelf, ga ik trouwens in een andere monochroom kleurengroep doen. En dat is in dit geval een basiskaartje van Pool Party Cardstock. En die is 10,5 keer 21 en dan gerild door het midden op 10,5. En dat geeft ons dus een vierkant kaartje. Dan hebben we nodig vierkant Pool Party van 10 keer 10 centimeter. Dat gaan we embossen. Dan hebben we voor de binnenkant van het kaartje eenzelfde grootte nodig, maar dan van Whisper White of Basic White cardstock, ook 10 keer 10 centimeter. En we hebben die prachtige gouden ring, oftewel de gold hoop van Stampin' Up. Ik heb een restje met Bermuda Bay, een restje Pool Party, een restje Coastal Cabana. En dat maakt dan weer die monochroom look voor de kaart die ik ga maken binnen deze video. Goed, we pakken eventjes de kat en emboss erbij. En dan gaan we een aantal dingen doen. Ten eerste ga ik deze mat embossen met de Tasteful Textile Embossing Folder. Dat is een 3D embossing folder. En die geeft dus dat mooie relief, alsof het een tweedstof is. Dus dat gaan we doen. En we gaan een aantal onderdeeltjes stansen. Dit kleine ronde bladertakje wordt gestanst uit Pool Party. Deze wat grotere blad wordt gestanst uit Coastal Cabana. En deze hele kleine takjes, die gaan we stansen uit Bermuda Bay. En die stansen die komen uit de Natuurlijk voor Altijd bundel. Met deze gave Nederlandse stempelset, waar we alleen eigenlijk maar de tekst en de spettertjes vandaan halen. En de Forever Flourishing Dies. En daar komen deze leuke takkenstansjes vandaan. Goed. Ik pak mijn kat en emboss erbij en vervolgens ga ik deze onderdelen stansen en embossen. Dat doe ik versneld in de video en dan ben ik zo direct weer bij je terug. Zo, we hebben hier alles wat we nodig hebben. De die cuts met de takjes in de verschillende kleuren, ja, blauw-groen. We hebben de emboste mat van Pool Party cardstock. En ik heb hier die gold hoop. En we gaan eigenlijk beginnen met het bevestigen van die gold hoop aan het kaartje. En dat doe ik met behulp van wat Whisper White lint. En dat is afkomstig uit het lint trio Flowers for Every Season. Dus daar zitten drie soorten lint in, waaronder dit witte lint. Dat vouw ik om mijn hoep. En vervolgens plak ik dat lint. Ik hou zeg maar de hoep in het midden van mijn kaartje vast. En dan ga ik dit lint aan de achterkant vastplakken met wat washi tape.
Dus ik vouw het eromheen. En ik heb hier zo'n doosje met washi tape. En ik pak gewoon een restje. Het is puur even om die ring op zijn plek te houden. Het is ook echt het restje. Laatste beetje. En daar plak ik het lint mee vast. En vervolgens pak ik, en dat is bij deze kaart bijna, ja, niet zonder te doen, de mini glue dots. En die mini glue dots, die ga ik gebruiken om een en ander aan die ring vast te maken. Ik heb hier mijn take your pick. Ik moet eventjes een onderdeel uitwisselen. En daar pak ik in principe die glue dots mee op. En wat ik nu ga doen is op het lint, of ja, zeg maar op het uiteinde van dat lusje, dat lintlusje, doe ik zo'n glue dot. Dan ga ik hem nog een keer op zijn plek leggen. En dan druk ik die glue dot aan, waardoor in ieder geval het lintje al op zijn plek zit. En dan pak ik nog zo'n glue dot en die vouw ik dubbel met die take your pick. En dat doe ik onder, ja, zeg maar het andere uiteinde van die gold hoop. Zodat die goed op zijn plek blijft op het kaartje. Dit werken we zo direct weg. Want we gaan natuurlijk ook al die blaadjes die we hebben uitgestanst op die ring plakken. En ik pak eerst de grootste. En dan pak ik een glue dot. Die vouw ik dubbel. En dan doe ik, zeg maar, ja, op dat takkenstansje plak ik mijn glue dots. Dus eentje hierboven. Natuurlijk dat het niet zichtbaar is, zeg maar, van de voorkant. Dus ik verberg het een beetje. Daarom doe ik ze ook dubbel vouwen. Zo. En dit takje heeft ook echt een beetje, zeg maar, de ronding van die hoop. En dan leg ik hem er vervolgens overheen. Ik leg hem nog ietsje meer naar beneden. En dan druk ik eigenlijk gewoon die glue dots aan. En dan zit dat goed bevestigd aan die gold hoop. Vervolgens pak ik weer een glue dot. Ja, ja. En die vouw ik wederom dubbel. En die plak ik in het midden van dit, zeg maar, ja, ronde bladen takje. Dus maar eentje. Want ik wil dat ik die uiteinden nog een beetje, zeg maar, kan buigen. En die plak ik op die tak. En dan zie je, het is heel fragiel stansje. En daar plak ik die mee op. Dan gaan we een heel klein margrietje creëren. En we maken dat hele kleine margrietje door de Small Bloom Punch te gebruiken. Dat is deze pons. En ik pons 2 bloemetjes uit Whisper White of Basic White cardstock. En dan pak ik een post-it. En daar plak ik dat bloemetje op vast. En vervolgens stop ik dat bloemetje wederom in die Small Bloom Punch. Ik heb dit ook al een keer laten zien op mijn Facebook Live. En dan pons ik nog een keer, waardoor het bloemetje geen bloemetje meer is, maar een margrietje wordt. Datzelfde doen we met het volgende bloemetje. Dus die schuif ik erin. En vervolgens draai ik hem. Ik hoop dat dat zo goed zichtbaar is. En die post-it die helpt mij om dat bloemetje op zijn plek te krijgen. En dan pons ik. En dan heb ik 2 zogenaamde margrietjes. Ik haal even de post-it eraf.
Hier zijn nog wat uitgeponste restjes. En vervolgens neem ik, ja ja, daar zijn ze weer, een mini glue dot. Waar is mijn take your pick? Hier. En ik plak hem in het midden op een van mijn magietjes. Zo. En daar plak ik het andere magrietje op, zodat die blaadjes, zeg maar, een beetje, even een beetje draaien, zodat dat langs elkaar heen valt, zoals je bij een magrietje ook hebt. En dan gaan we eventjes het andere uiteinde van mijn take your pick erop zetten, die met de stylus. En vervolgens, met mijn stylus ga ik over dat midden, waardoor ik zeg maar dat je een beetje bolle bloempje krijgt. En dan krijgt hij dus dimensie. En dat is wat ik wil. Vervolgens pakken we een mini glue dot. Sorry, geen mini glue dot. Die heb ik de hele tijd al gebruikt. Ik pak een mini Stampin' Dimensional. Doe ik op het achterkantje van mijn bloemetje. En vervolgens plak ik hem in het midden van mijn bloemenarrangementje, bladerarrangementje, hoe je het wil noemen. Dan heb ik hier nog 4 kleine takjes. En die ga ik met behulp van wat liquid glue onder het bloemetje plakken. En ook onder, zeg maar, de blaadjes. Ik doe dus een heel klein beetje lijm op het takje. En vervolgens schuif ik dat takje hieronder. Ik pak eventjes mijn prikpennetje erbij. En dan druk ik dat naar beneden. Hetzelfde met de volgende. En dat doe ik zo ook met de andere 2 takjes. Dat doe ik weer even versneld. En dan ben ik zo direct weer bij je terug. Zo, we hebben ons arrangementje al voor een heel groot deel klaar. Maar ik ga de confetti flower border punch nog gebruiken voor wat extra dimensie, wat extra bloemetjes. En ik heb daar een restje pool party cardstock voor gepakt. En ik heb dus een aantal van die bloemetjes uitgeponst. En ik ga nu die bloemetjes, net als wat ik net eigenlijk heb gedaan bij dat grote magietje, ga ik nu die bloemetjes wat dimensie geven. Daarvoor pak ik in dit geval de kleine stylus van mijn Take Your Pick tool. Die is net wat kleiner voor dit hele kleine mini bloemetje. En ik doe eigenlijk precies hetzelfde. Ik haal die stylus over dat bloemetje heen, waardoor die bol gaat staan. Nou gebruiken we niet alle bloemetjes die ik geponst heb. Die bloemetjes die bewaar ik altijd. Want dan kun je bijvoorbeeld ook een hele leuke shaker kaart mee maken. Dus ik pak 1 groot bloemetje, 1 klein bloemetje en 1 medium bloemetje als accent. En dan pak ik vervolgens nog een groot bloemetje voor het hartje van mijn witte magietje. Zo, en deze 2 kleine rakkers, die ga ik dus opzij leggen voor een toekomstige kaart. Zo, dan pak ik wat lijm en dan ga ik die bloemetjes opplakken door gewoon een heel klein drupje lijm op het matje te doen. Normaal kun je daar ook de fine tip glue voor gebruiken. Maar die van mij is op en mijn bestelling is nog niet binnen. Dus zodra die binnen is, ga ik die weer gebruiken om dit soort kleine onderdeeltjes, hetzij sequins of iets dergelijks,
om die vast te plakken. En dan hebben we nog die hele kleine. En ook die plak ik op dat druppeltje lijm wat ik op het kaartje heb gedaan. En dan last but not least doe ik ook hier een heel klein drupje voor dat laatste bloemetje. En ook dat druk ik eventjes aan. Zo. Dit laten we heel eventjes drogen. En in de tussentijd gaan we eventjes de binnenkant van het kaartje bestempelen. Dus we maken de laatste details zo direct af. De binnenkant van de kaart ga ik dus bestempelen met Pool Party en met Bermuda Bay inkt. En dat doe ik dus met die Natuurlijk voor Altijd stempelset. En dan had ik die stempeltjes al op de blokken gezet. Dus, en ik ga de, ja wat zijn het, spettertjes stempelen met Pool Party. En dan daaroverheen stempel ik de tekst Hallo met Bermuda Bay. Even zorgen dat mijn cardstock recht ligt. Hallo. Huppakee. En dan pakken we dus dat basiskaartje erbij. En in dat basiskaartje plakken we dus aan de binnenkant dit matje. Wederom met wat van die multipurpose liquid glue. Zo. En vervolgens pakken we ons een mooie, mooie matje erbij. En dat matje dat gaan we op de kaart plakken met dimensionals. En dat doe ik met de grote variant. Als jullie wat lawaai horen, mijn excuses. Maar ze zijn beneden allerlei dingen aan het opruimen in de schuur. Dus het kan zijn dat je dat terug hoort in de video. Mocht dat zo zijn, mijn excuses. En mocht dat niet zo zijn, dan hebben we geluk. Even kijken. Plak hem aan de goede kant. Ja. We plakken dus dat matje op de kaart. En dan gaan we de laatste finishing touches aanbrengen. Met de light variant van de stamping blend van Bermuda Bay zet ik kleine stipjes in de bloemetjes. Als zijnde de hartjes. Zo. Dan heb ik hier de Holiday Rhinestone Basic Jewels. En daar zitten ook een Pool Party rhinestones in. En die pak ik op met mijn prikpen. De Take Your Pick. Oh, dit is steeds wel een hele grote. Hallo. Pakken we even een kleintje. En die plak ik hierin. En dan als laatste heb ik nog wat van die hele gave butterfly gems in de incolors. En nou hebben we natuurlijk het Pool Party, daarbij het Costa Cabana en het Bermuda Bay. En toen dacht ik, ja, de volgende variant op deze monochroom kleurenpracht, dus dat turquoise groenblauw, is Pretty Peacock. En daar plak ik dan nog een aantal van die kleine vlindertjes van op mijn kaartje. Goed, dit brengt ons aan het einde van deze video. De video gemaakt voor de Feel Good Stamping Blog op met als thema monochroom. We hebben hier de variant met Petal Pink, Calypso Coral, Terracotta Tile, de kleine vlindertjes en Cajun Craze. Aangevuld met Very Vanilla. En dan hebben we hier de wat meer frisse kleur met Pool Party, Costa Cabana, Bermuda Bay en dan de vlindertjes in Pretty Peacock. En dat weer gecombineerd met het Whisper White.
Mocht je vragen hebben over Stamping Up, over deze materialen, mocht je er misschien iets van willen aanschaffen of meer willen weten over Stamping Up, mag je me altijd een mailtje sturen op danielle@mrsbrightside.nl. Je kunt ook een kijkje nemen op mijn blog www.mrsbrightside.nl. Mocht je dit een leuke video vinden, zou ik een duimpje omhoog heel erg leuk vinden. Ben je al geabonneerd? Heel veel dank daarvoor op mijn YouTube kanaal. Ben je nog niet geabonneerd? Dan zou ik het super vinden als je dat doet. En dan blijf je op de hoogte van alle volgende video's die ik plaats. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!